chefsfriends.nl. We staan hier voor restaurant Joanne in Enschede. Dus we gaan hier in het voorjaar, ik hoop zo snel mogelijk, maar ik denk eind april, zo'n beetje begin mei, dat we gaan draaien. Komt hier een heel mooi restaurant. Nou, het is een oude stadsvilla eigenlijk. Dus vroeger heeft hier een van de textielfamilies in Enschede ingewoond. Later heeft de politie hierin gezeten. Is het een kantoorpand geweest. En nu wordt het een restaurant, dus een hele klus om dat allemaal te verbouwen. Maar het is eigenlijk aan de rand van het centrum ook een bewuste keuze, of wat we eigenlijk liefst ook wouden. Hier tussendoor steken we zo het Marktplein op. Dus ja, dan ben je op het echt het bruisende horeca gedeelte. Hier verderop hebben we het ziekenhuis en aan de linkerkant hebben we het station, waar we ook de taxiplaats en zo hebben. Nou, voldoende parkeergelegenheid rondom de deur. En ja, de komende 5 tot 10 jaar gaat hier gewoon heel wat moois gebeuren. Kop Boulevard. Dus het wordt een heel mooi groen project met allemaal nieuwe bouwtorens wat hiernaast komt. Dus ja, echt een heel mooi stukje van Enschede. Ideale plek. We hebben een hele grote doorbraak gecreëerd in het bestaande pand. En hier komt eigenlijk een hele mooie moderne aanbouw bij op. Het is een combinatie van hout met staal, op basis natuurlijk van metselwerk. Hier aan de zijkant komt een hele grote schuifbui in. Van staal en glas, waardoor we in de zomer binnen en buiten met elkaar kunnen verbinden. Er is ook een verlenging straks van het restaurantgedeelte. Gaat gelijk over in het restaurant. Dat iets verhoogd is boven de straat, een beetje een vlonderachtig idee. En ja, daar wordt nu gewoon keihard gewerkt. Het moet niet te stijf zijn. We zijn wel in 2019, dus je moet ook wel gelijk vanaf deze tijd met deze tijd meegaan eigenlijk. Het pand is natuurlijk statig, heeft veel klassieke elementen. Een aantal van die klassieke elementen lichten we uit. Een hele hoop hebben we ook weggehaald. Sommigen vinden het jammer, wij vinden het mooi. En qua uitstraling die ons architect Kees Mercelis eigenlijk gaat doen, die werkt helemaal met een bepaald lijnenspel, hele mooie kleuren. Dus waar je wel echt het moderne en het huiselijke gevoel eigenlijk in terug gaat zien straks. Nou, qua interieur heb ik me eigenlijk zoveel mogelijk laten leiden door Kees en Mandy. Die zijn daar gewoon veel beter in. Ik heb vooral goed nagedacht over routing. Dat we bijvoorbeeld zo snel mogelijk in die spoelkeuken kunnen zijn. Dat we zo snel mogelijk weer terug kunnen zijn in het restaurant. Dit is het bar lounge gedeelte. Sta je eigenlijk boven op de nieuwe bar zometeen. Hier willen we het aperitief gaan doen, amuses, dat soort dingetjes gaan doen. Hiernaast komt eigenlijk een ruimte waar we grotere gezelschappen kunnen doen. Die kunnen we ook afsluiten als mensen dat willen. Ongeveer 8 tot 18 personen, een soort van private dining. Niet te veel poespas. Dus ik probeer heel erg te focussen op product en smaak. Het seizoen bepaalt eigenlijk wat we gaan doen. Doordat we maar met één menu koken, dus van een keuze van 4 tot 7 gangen, kunnen we ook heel snel schakelen. Donderdag is hier koopavond, dus dan komen er heel veel Duitse mensen naartoe, ook in het weekend. Het is echt vanuit het Ruhrgebied ligt hier eigenlijk om de hoek. Dus je rijdt het ook zo aan, dus mensen komen, voor mij is 40% of zo winkelend publiek, als ik het goed heb. Dus ja, daar gaan we ons ook op richten. En het voordeel daarbij is, een van de dames aan de voorkant, Laura, die komt uit Duitsland. Dus die kan ons allemaal dat mooi even de Duitse taal bij leren. Nou ja, we hebben hierboven eigenlijk een hele mooie lichte ruimte. Die is eigenlijk identiek aan de lounge en de barruimte, dus best heel groot. Daar kun je zo met 30 man kun je zeker zitten, ruim zitten. Die ruimte is ideaal voor vergaderingen, productpresentaties, brainstorm sessies, proeverijen, noem maar op. En die wil ik dan het liefst, straks willen we dat gaan combineren met een diner of een lunch beneden. Waarin we dus deze aparte ruimte hebben, waar mensen dus privé kunnen zitten. ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer ChefsFriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.